Ja, fijn dat we allemaal weer zijn. Ja, hoewel, allemaal. Maarten is er niet, hè. Misschien kijkt hij of... Maar hij is niet helemaal lekker, jammer genoeg. Dus ik wil ook helemaal aan hem denken in het gebed. Ja, we zitten natuurlijk nu thuis in plaats van in de school. Gelukkig weet iedereen dat. En ik hoop het naar volgende week te kunnen verschuiven. Dus ik moet die school even bellen of dat gaat lukken. Dus dat horen jullie nog wel. Ik wil weer vandaag met jullie verder gaan... met ons onderwerp over de apostelen. Ik weet, het is Pasen, Pasen, Pascha, nee, het is Pasen. Pascha is het Joodse feest. Dat is op de 14e van Nissan. Ik weet niet of dat, het valt nu niet op dezelfde dag volgens mij, maar ik weet niet. Maar in ieder geval, ja, de ene keer doen we er wel wat aan, tenminste dat wil zeggen om vanuit de Bijbel het licht daarop te laten schijnen, de rechtsnede. Maar dit jaar doe ik niet, ik ga gewoon verder met de apostelen. Wij houden geen dagen, zoals de Bijbel leert, zoals Paulus leert. Dat wil niet zeggen dat wij niet natuurlijk het rechtgesneden woord daarop kunnen loslaten, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb gekozen om vandaag verder te gaan met waar we vorige week mee begonnen, met de apostelen. En ja, ik ben iets uitgebreider op ingegaan toen de tijd, vorige week. Dus ik ga het vandaag waar verder mee, hoop ik het ook af te maken. We hebben natuurlijk geleerd over de apostelen. En dat het zijn de 12, dat weten we, en ook waarom. Ja, omdat 12 stammen. En ook waarom heeft hij zich gekozen? Nou, de Heer Jezus heeft op aarde heeft hij zijn toekomstige regering in feite al geïnstalleerd. Geformateerd zouden wij zeggen nu. Als wij verkiezingen hebben, wordt er ook een regering geformateerd en ministers aangesteld. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Alleen ja, het Koninkrijk Gods. Sommigen denken dat wij er al in leven. Ja. Of dat de wereld die wordt steeds beter en beter. Dan eenmaal zal het hier het koninkrijk op aarde zijn. Maar dat is allemaal niet zo. Want wij leven in de bedenking der genade. En zijn de 12 apostelen dan ook van ons? Dat is de volgende vraag. Nou, de 12 apostelen zijn gestuurd aan wie? De verloren schapen van het huis Israël. En ik ben nog steeds geen Israëliet. Ik ben gewoon een Nederlandse kaaskop, ja. Dus wat dat betreft, nee. Maar wel met het doel, let op. God heeft instrumenten die hij gebruikt om zijn redding naar de wereld te brengen. En voor de bedenkende genade was dat via het volk Israël. Wordt elke heiden krijgt het dan van een Jood te horen. En nu is dat niet zo. Nu is Israël bestaat wel, maar niet een Israël wat in Christus is. Niet een Israël wat zichzelf een rechtvaardig volk kan noemen. Dat wil zeggen, rechtvaardig in de ogen van God. Dus dat is nu niet zo. En dat heeft een reden. Dat weten wij. Dat is omdat wij in de bedenking der genade leven. En we gaan daar verder over lezen. We gaan eerst bidden in omverlichting. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. De wereld is inderdaad in rep en roer. En het is net zoals de psalm zegt, dat ze beraadslagen de koningen der aarde en de overste vader. En ze proberen allemaal, ze zijn allemaal in opstand tegen u en uw gezalfde, de Heer Jezus Christus. En dat is wat er achter de schermen allemaal gebeurt. En Satan heeft de wereld in zijn greep, vader, maar wij zijn, ja, we hoeven niet bevreesd te zijn, want wij weten wie wij zijn in Christus. En dat u ons, onze bescherming bent, vader. We zijn verzegeld tot de dag der verlossing. En ook in de verdrukkingen zult u ons ook bijstaan. En daar dank ik voor. Wilt u ook licht geven op het woord, vader, het onderwerp over de apostelen. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in Jezus' naam, onze redder en heiland. Amen. Goed. Ga even met mij nog naar Matthäus 10. En de vorige keer ben ik daar een beetje, dacht ik zo'n beetje geëindigd. We hebben het ook over die namen gehad. Matthäus de tollenaar staat erbij. Ja? Die ook wel Levi genoemd werd. Dat is een van de apostelen. En dat hij ook ja, mensen, gewone mensen heeft uitgekozen om zijn apostelen te zijn, om in zijn regering, de toekomstige regering in het Koninkrijk van God, met hem te gaan regeren. Want zij gaan dus de 12 geslachten oordelen, maar Israël zal aan het hoofd van alle naties zijn. En hij heeft ons dus gestuurd in vers 6 naar de verloren schapen van het huis Israëls. En soms, dan heb je echt de Bijbelstudie voor nodig. Het is een beetje te veel werk, dus ga ik niet echt doen. Maar als je, je ziet hier namen staan, maar als je hier ook ziet staan onderaan in vers 4, dan zie je bijvoorbeeld Simon Cananitis en Judas Iscariot. Je ziet allerlei namen staan. Als je bijvoorbeeld aan Petrus denkt, zie je ook, die heeft drie namen eigenlijk. Simon, Petrus en Kefas. En soms, dus als je, ja, die zei het vorige week al eventjes.
Als je bij de apostelen kijkt, er zijn twee Judassen, er zijn twee Jacobussen en twee Simons. Als je hier kijkt bijvoorbeeld, ik zie hier bijvoorbeeld Simon in het begin in vers 2. En dan zie je in vers 4 zie je ook een Simon. Ja? En er zijn ook twee Judassen. En dan zie je ook later in de Bijbel staan. En Judas zei, niet Iscariot die hem verraden heeft. En je kan, als je de drie, je ziet het in drie evangelieën staan. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Zie je drie keer, en als je dat naast elkaar gaat leggen, dat ga ik nou niet doen, want het is gewoon, dat gaat veel te diep, dat is eigenlijk te veel. Maar dan kom je dus door schrift met schrift te vergelijken, dat als je hier bijvoorbeeld in vers 4 ziet staan, 3 ziet staan, Lebbeus, toegenaamd Thaddeus. Wat is dat nou? Hoe zei je al, wie weet de naam van de apostelen te noemen allemaal, alle 12. Nou, je kan een eind komen, maar de meeste mensen zullen het niet alle 12 op kunnen noemen. Komen ze meestal, nou ja, Peter, Jacobus, Johannes, Andreas, Thomas. Maar wie heeft het ooit over Jacobus? Ja, niet die ene Jacobus, maar die andere Jacobus. Wie heeft het ooit over ja, Judas, de verrader? Wie heeft het ooit over die andere Judas? Nou, als je schrift met schrift vergelijkt, kom je met Lebbeus, toegenaamd Thaddeus, in vergelijking met Lucas 6, vers 16. En in de Marcus, dan kom je, hé, dat is ook een Judas. Waarom is dat zo? Ja, omdat God wil dat wij de Bijbel gewoon lezen en bestuderen. Dan moet je met je neus in de Bijbel gaan. Ja? Maar ik wil wel even met jullie naar Johannes. Toch naar het hoofd van de apostelen. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Want Paulus, die heeft het alles over Petrus, maar die heeft het meestal schrijft in Kefas. Wat is dit nou precies met die naam? Nou kijk, in Johannes 1, vers 43. Johannes 1, vers 43. In vers 41, Andreas, de broeder van Simon Petrus. Dus Andreas is ook een apostel, is een broer van Petrus. Hier staat Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. Hier zie je, het welk overgezet, vertaald in het Grieks betekent dat. Overgezet, want dit is in het Grieks geschreven. Ja, wij lezen dit Nederlands. Maar er staat dus, als we het over de Messias hebben, dat is de Hebreeuwse naam voor gezalfde. He? Als ik het goed zeg alleen, Hamashiach, he? Is dat toch, Messias? Is dat Hamashiach, toch? Hamashiach. Oké, okay, en dat is dus, zoals wij het in het Nederlands zeggen, Messias. Maar in het Grieks is het Christus. En wij zeggen, nou je kan zeggen, in Grieks is het Christos volgens mij. Wij zeggen Christus of Christus. In Engels zeggen ze Christ. Maar dat betekent ook de gezalfde. Maar dan is het in het Grieks. Nou, zo heb je dat ook. Kijk verder. En dan leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon. Ja, dat is de Hebreeuwse naam van Simon. Van Petrus zou ik willen zeggen. Kijk, de zoon van Jona. Kijk, gij zult naam genaamd worden Kefas. Het welk overgezet wordt Petrus. Je ziet hier Simon, Kefas en Petrus. En hoe zit dat nou precies? Nou, Kefas, dat is de Aramese naam van Petrus. Je hebt ook, ze spraken Aramees ook. Dat is de Aramese naam. Petrus, dat is de Griekse benaming. Nou, dan hoef ik je niet te vertellen wat Simon is. Dat is natuurlijk de Hebreeuwse naam. Zie je? En Paulus heeft het heel vaak over Kefas. Maar hoe heette Paulus eigenlijk? Paulus heet Saulus. En Paulus. Wat is Saulus dan? Saulus is zijn Joodse naam. En Paulus is zijn Griekse naam. Zo ging dat ook vaak in die tijd. Dus ja, dat is eventjes ter verheldering dat je dat een beetje begrijpt. Kijk, als je kijkt in... wat was ik nou? Even kijken. 39. Oh ja, in vers 39 zie je het ook staan. Wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde meester. Zie je? Dan heb je het ook weer. Is het overgezet? Is het overgezet in het Grieks? Heet het meester. Nou, oké. Dat is even gewoon ter kennismaking, dat je een beetje begrijpt waar het nou vandaan komt, dat je die verschillende namen hebt. Wat wel interessant is, dat Simon, hij heette Simon, hè? En hij komt bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, jij heet Kefas. Maar hij zegt later ook, gij zijt Petrus. Dus hij is het hoofd van de apostelen. Hoe heet hij dan? Als je daarna leest, lees je constant over Petrus.
Maar als je verderop gaat, als Paulus eenmaal gekomen is, hij is bekeerd. En Paulus gaat, de bedenking der genade is begonnen. En dan kom je in Handelingen 15, waar ze dan bij elkaar komen. Want er wordt gezegd, als je niet besneden wordt, kan je niet zalig worden. En dan staat Petrus op. En dan op een gegeven moment zegt Jacobus tegen hem, noemt hij hem Simon. Dan is hij weer terug bij zijn benaming uit de evangelie, voordat hij geroepen werd zelfs. En daarna zie je ook Petrus dan helemaal niet meer verschijnen. Het markeert ook weer een punt in de geschiedenis, dat de rol van de 12 apostelen, daarmee ook eigenlijk, dat je daaraan kan zien, die is afgelopen toen Paulus kwam. Dat is mooi om te zien. Dan zie je dat hij opeens weer gewoon Simon genoemd wordt. Nou, dit terzijde. Nou, dan gaan we mee naar Handelingen 1 vers 3. Ik weet, voor de een is dit allemaal bekend en voor de ander is het nieuw. Voor mij was dit ook, vooral door het boek Dingen die daarvan verschillen, een enorme eye-opener, zoals het dat heet. Want, nou goed, we weten nu dat er 12 apostelen zijn, waarom dat is. 12. Nou, als je kijkt in Handelingen 1 vers 13, dat is dus na de opstanding. Ze zitten allemaal bij elkaar. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, dat zie je daarvoor beschreven. En dan zie je in vers 12, toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfweg. Dus Christus is net opgevaren naar de hemel. En ze gaan terug, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaan de Sabbatsreizen. En als zij ingekomen, gingen zij op in de opperzaal. En dan zie je al de namen staan. Zie je Peter, Jacobus, Johannes, nou, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, de tollenaar, hè, die Matthäus schreef, Jacobus, hier heb je een andere Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Hoeveel zijn dat er? 11. Goed zo. Klopt, ja. Ja, dat, is, dat, staat er, dat klopt, want Judas, de verrader, die is er niet meer. En ja, en daar stond je zo nooit bij stil, maar dat kan niet. Als er één weg is, dat moet aangevuld worden. Waarom? Omdat, stel je voor, hier heb je wel eens dat een minister aftreedt. Wat doen we dan? Dan laten we gewoon die post maar open. Nee, dan moet er een ander gekozen worden. Nou, minister van de Steur is voor in de plaats gekomen voor... Hoe heet hij ook alweer, die minister van Justitie? Opstelten, ja. Dat was ook een beetje de vader des vaderlands. Die is, maar dat is van de Steur. Nou, hij zit er nog, maar het scheelde niet veel. Hij was ook, moest ook weg. Maar er wordt dan toch weer een ander voor in de plaats gekozen. Want we moeten toch een minister van Justitie hebben? Dat is met Israël ook. Ze moeten toch, een van die 12, er zijn 12 stammen. Er zit nou een stam zonder hoofd. Er zit nu een regeringspost zonder een minister, om het zo te zeggen. Je hebt, met Israël is het eigenlijk zo, je hebt de 12 stammen, zijn eigenlijk de Verenigde Stammen van het volk Israël, de Verenigde Staten van Amerika. Met Israël is het de Verenigde Stammen van het volk Israël. 12. Dus dat moet opgevuld worden. En dat zie je ook. Petrus staat op in vers 15. En dan zegt hij in vers 16, mannen en broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. Het is al voorspeld. Van Judas, die de leidsman geweest is, degene die Jezus vingen. Hij is de verrader. Nou, dan zegt hij in vers 17 en 18 dat hij heeft, ook zelfmoord gepleegd toen. En in vers 20 ziet Petrus, die is vervuld van de Heilige Geest, die citeert dan uit de psalm. Er staat geschreven in het boek de psalm, en dan citeert hij dus iets wat over Judas gaat. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. Dus er wordt al gezegd, een ander moet dus... de apostel hier, dat is een opzienersambt ook. Opzieners. En dat moet een ander overnemen. Het is dan nodig van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelfde met ons getuige worden van zijn opvatting. Dus hoe nemen ze dat? Tegenwoordig hebben ze toch, maken ze toch een profielschets van... waar je allemaal moet voldoen, bijvoorbeeld een burgemeester willen worden, moet je allerlei eisen aan voldoen. Wat is de eis van een apostel? Nu, in dit geval, voordat de Heer Jezus stierf, werd dat nog niet gezegd. Nu wel, want Christus is opgestaan. Een apostel, het was nodig, als jij tot apostel gekozen werd, dat jij, dat staat hier, erbij was vanaf het begin dat de doop van Johannes was. De doop van Johannes de Doper. Toen Johannes de Doper kwam, op dat moment moest jij al daarbij betrokken zijn. Je moest je sowieso hebben laten dopen toen de tijd.
Dus anders blijkt dat je een ongelovige bent. En dan tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is. Dat wil zeggen, dus het hele leven van Christus, dat je hem gevolgd hebt. En dat je erbij was, dat je gekruisigd gezet. En dat je ook bij zijn opstanding en zijn hemelvaart bent geweest. Dat is de voorwaarde. Nou, en dan zie je later in vers 25, in vers 23, zie je, er worden twee voorgesteld, Barsabas en dan Justus en Matthias. Of je hebt Barsabas, die wordt genoemd Justus en Matthias. Eén van de twee. Nou, we weten, in vers 25 wordt dat lot geworpen. En dan zie je in vers 26, zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Dus je ziet hier, 11 plus 1 maakt 12. Het is weer compleet. Paulus had dit nooit kunnen worden. Waarom niet? Waarom kon Paulus namelijk niet een van die 12 zijn? Nee, hij was er zo geen getuige, want Christus alleen aan gelovigen verschenen. En wat was Paulus op dat moment? Een vijand nog steeds. Ja, dat werd pas later geopenbaard met de vervolgingen. Maar hij was absoluut geen aanhanger van de Heer Jezus Christus. Hij is geen getuige geweest van zijn hemelvaart. Daar was hij allemaal niet bij. Dus Paulus kon dat sowieso nooit geweest zijn. Dus hier zien we dus, het is weer compleet. En we zien Pinkster en dan staan ze daar alle. Kijk, als je in hoofdstuk 2 staat, ziet. En dan zie je, zijn ze in hoofdstuk 2 vers 1, zijn ze allemaal eendrachtelijk bij elkaar. En dan zie je de Heilige Geest wordt uitgestort en ze gaan om spreken. In tongen. En dan begint het, zeg maar. Dus ze zijn weer helemaal compleet, de vervanging is geregeld. Paulus kon het nooit dus zijn in dit geval. Wat krijgt een apostel? Dat is ook, trouwens ook wel interessant. Wat is nou de kenmerk van een apostel? Paulus zegt dat in 2 Korinthe 12. Laten we even heen gaan. 2 Korinthe 12, vers 12. En Paulus had ook die kenmerken. Dat was ook een bewijs dat hij een door God gezonden iemand. Dan ben je een apostel. En 2 Korinthe 12, maar die had ook kentekenen. Kijk, in 2 Korinthe 12 vers 12, de merktekenen van een apostel. Want hij zegt in vers 11, kijk, ik ben in geen ding minder dan de uitnemendste apostelen. En dan heeft hij het over de apostelen waar we het nu over nemen. De 12. Hij zegt, ik ben op geen enkele manier minder dan hun. En dan zegt hij ook in vers 12, hij zegt, ja, hoewel ik niks ben, hè, dat wil zeggen, hij bedoelt in verband met zijn autoriteit en zijn bediening, niet als persoon. Hij zegt niet, ik ben niet meer, nee, hij zegt, ik ben niks. Ik ben helemaal niks. Ik had eigenlijk alleen maar de hel verdiend. Maar dan, de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Dus een apostel heeft tekenen, wonderen en bovennatuurlijke krachten kan hij doen. Nou, wat heeft Paulus gedaan? Hij heeft genezen, hij sprak in wonderen. Tekenen, al dat soort dingen, dat heeft hij allemaal gedaan. Wat heeft de Heer Jezus toen hij de 12e opdracht gaf in Matthäus 10? Wat zei hij tegen hun? Reinig de melaatse, genees de kranken, wek de doden op. Allemaal dat soort dingen. Het waren dus die, wat je hier ziet, de merktekenen van apostelen. Apostelen hadden dat. Dus dat hebben we ook gezien. Petrus, ja, die genas ook mensen. En als de schaduw maar hun mocht, misschien ze proberen zelfs in zijn schaduw te zitten, dat ze genezen werden. En dat hij dus Ananias en Safira, wat er toen gebeurde, hij keek gewoon in hun hart en hij zegt, ze vielen zo dood neer. Dat is bovennatuurlijk, hè. Het verschil met apostelen en de gewone gelovigen was, dat de apostel, die had al die merkkentekenen. De gelovigen niet. Je sprak tongen of je had de gaven van genezing. Al dat soort gaven wat we in 1 Korinthe 12 ook zien staan. Wat tijdelijk ook bij de heidenen geweest is. Waardoor de joden zagen, hey, het is niet meer bij de apostelen, het is nu bij de heidenen. Wij hebben ze niet meer. Dus de individuele gelovige had niet allemaal. Maar een apostel, die had ze allemaal. En dat is het grote verschil. Nou, dat zijn de merktekenen van een apostel. Dus die Matthias, die er toen bij kwam, kreeg dat op dat moment natuurlijk ook. En toen was het weer compleet. Nou, gaan we mee naar handelingen hoeveel? Want jullie weten waar ik heen ga natuurlijk. Handelingen 12. Dus wat te doen als er één wegvalt? Nou, dat betekent dat je gaat hem vervangen door een ander. Dus Judas is door Matthias vervangen. En we snappen ook waarom dat is. Ja? Dat is duidelijk, vanwege die 12 stammen. Vanwege die regering van het volk Israël, die moet gaan regeren. Dat moet compleet zijn. Maar nu in Handelingen 12 en om vers 1, omtrent dezelfde tijd, sloeg de koning Herodes de handen
aan sommige van de gemeenten om die kwalijk te handelen. Dan hebben we het over de koninkrijksgemeente met de apostelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Nou, Jacobus, we weten welke Jacobus het is, de broeder van Johannes. Als je leest in Matthäus 10 en in Lucas, dan lees je, Jacobus, Johannes, dat waren broers. Net zoals Petrus een broer was van Andreas. Waren apostelen door de Heer Jezus Christus uitgekozen. En hier zie je die Jacobus, die broeder van Johannes, die wordt hier gedood. Met het zwaard. En toen zag je, zie je ook, hij wilde later ook Petrus doen. Maar Petrus is door uit de gevangenis verlost. Maar Jacobus is gedood. Die apostel. Nu mag je dus verwachten dat ook Jacobus, dat daar dus ook, nou wat ik net zei, opstelte weg. Nou, Van der Steur was ook bijna weg. Nu is er wat te doen om die ene terrorist die ze dan weer, dat ze daar niet adequaat op hebben gereageerd. Nou, wie weet kan dat ook weer iets worden waardoor hij ten val komt. Dan zou hij ook maar weg kunnen zijn. En wat doen wij dan? Weer een andere minister. Maar hier zien wij iets, gebeurt niet. Dus Jacobus, die wordt niet vervangen. Wordt niet vervangen. En dat is raar. Want dat kan niet. Waarom wordt hij niet vervangen? Nou, wanneer lezen wij dit? In Handelingen 12. Wanneer is Paulus geroepen? Wanneer is de bedenking der genade begonnen? Handelingen 9. Toen Paulus geroepen werd. Wat is er toen met Israël? Toen Paulus geroepen werd, hè? In Handelingen 9. Wat is daaraan vooraf gegaan? In Handelingen 7. Stefanus gestenigd. Israël is gevallen. Dat is het. Israël is gevallen. Is gestruikeld bij het kruis. Is gevallen. Is nu naar beneden in dezelfde positie als de heidenen. Israël is niet meer in het programma van God nu. Want God heeft een bedenking der genade ingevoerd en het gaat nu om het lichaam van Christus. Dus als Israël niet meer, hoe zeg je dat, in beeld is. Als Israël gevallen is en verworpen door God, dat wil zeggen niet verstoten, maar in gelijke positie geplaatst met de heidenen. Het gaat niet meer om volk Israël nu, het gaat nu om individuele in de bedenking der genade. Dat betekent het koninkrijk van Gods op aarde, dat gaat nu helemaal niet gevestigd worden in de bedenking der genade waarin we leven. Die regering die dan geïnstalleerd zou moeten worden met Christus op de troon, die komt niet. Want wij leven in de bedenking der genade. Dus, hier zie je ook daarom al dat je begrijpt, daarom handeling 28 theorie, daar klopt ook helemaal niks van. Ja, want het programma wat God met Israël heeft, dat bestaat niet meer. Dat is tijdelijk opzij gezet. Daarmee het hele programma met Israël voor deze aarde. Dus ook de 12 apostelen. Dus God heeft een ander plan. Dus hij wordt niet vervangen. Dus er is geen vertegenwoordiger meer van een stam. Maar dat komt gewoon omdat Israël gevallen is. En dan zie je gelijk handelingen 9. Komt er een andere apostel. En dat is de apostel Paulus, ja. En gaan we mee naar Handelingen 26 vers 17. Handelingen 26 vers 17, dat is een verslag van Handelingen 9, waar Paulus dus op de weg naar Damascus bekeerd wordt. Alleen je ziet, hier geeft Paulus een eigen verslag tegenover Agrippa, wat er gebeurt op de weg naar Damascus. In Handelingen 9 lees je dat Lucas heeft dat beschreven. Dat is veel korter. Hier zie je dat Paulus het schrijft. En dan zie je wat Paulus daarover zegt in Handelingen 26 vers 17. Nou, Christus, in vers 16 zegt Christus tegen Paulus, want Paulus ligt op de grond. Maar richt u op en sta op je voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Christus gaat dan hem nog een aantal keren verschijnen en niet alleen om... Ja, om te laten zien dat hij bestaat, maar om hem het evangelie van Gods genade te verkondigen. Want aan Paulus wordt het toevertrouwd. Niet aan de apostelen. Die zijn, hebben geen functie meer. Die zitten in een andere bedeling. En wat zegt hij dan? Verlossen u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu, wat staat daar, zend. En wat is een apostel? Een gezondenen van God. Hier wordt Paulus gezonden. Door wie? Door Jezus Christus zelf. Nu, op dat moment. En als hij zegt, nu, Christus zei in Handelingen 9 op weg naar Damascus, tot de welke ik u nu zend. De bedeling der genade is begonnen. En er is iets nieuws. Niet met Israël. Paulus die wordt nu naar de heidenen gezonden. En iedereen in de ogen van God is eigenlijk een heiden, om zo maar te zeggen. Ook inclusief de Joden. En dat is bijzonder.
Er wordt er nu naar gezonden. En de doelgroep is ook anders. De 12 apostelen waren gezonden naar wie? De verloren schaap van het huis is er dan. Paulus wordt gezonden naar wie? Naar de heidenen. En ook de joden die in de verstrooiing zijn. We weten, hij ging ook eerst naar de synagoge. Maar dat was puur om te vertellen. De apostelen, het volk Israël, heeft geen plaats nu in Gods plan meer. Het volk. Maar wel als individu kan je nog steeds redding krijgen. Dus in die zin laat Paulus zich ook nog naar de synagoge eerst sturen. Om alsnog die personen het evangelie van hun redding kunnen aanbieden. Alleen, dan zit je wel in het lichaam van Christus. Maar ja, goed, we weten, dat deed hij in Handelingen alleen. En daarna heeft hij dat niet meer gedaan. Als ze het uit de synagoge schopten, ja, dan kwam hij niet nog een keer terug. Want ze zouden hem er ook niet in toelaten natuurlijk. Ze hebben hem eruit gezet, dan kom je er ook niet meer in. Dus dat is gebeurd. Dus je ziet hier, hij heeft aan de heidenen, gaat hij het evangelie verkondigen. Je ziet hij compleet, en nu als we naar Romeinen 11 vers 13 gaan. Ja, je snapt niet dat het christendom daar gewoon overheen kijkt. En je ziet toch duidelijk de verandering optreden. De apostel Jacobus wordt niet vervangen. Dus Israël is niet compleet. En dan wordt Paulus, die is daar vlak voor, is die geroepen. En die wordt tot een apostel gemaakt. Maar het wordt niet tegen Paulus gezegd. Nou, Jacobus die wordt gedood, weet je wat, neem jij zijn plek maar in. Nee, dat zou niet kloppen. Hij zou misschien niet eens van de juiste stam afkomen, maar buiten dat, omdat zijn roeping is anders. Hij heeft een andere boodschap, een andere evangelie, een andere doelgroep. En dat is totaal anders, omdat het is iets veranderd, een verborgen plan van God. En nu kan hij zichzelf in hoofdstuk 11 vers 13 noemen, want je ziet hier ook, dat gaat over de val van Israël. In vers 11 zie je ook dat ze zijn gevallen. En in vers 12 zie je, en in hun val de rijkdom is de wereld. En Paulus schrijft het in Romeinen, dat is, ja, dat is ergens in Handelingen 18 geschreven. Dus ook al na die bijeenkomst, ook nadat Jacobus gedood werd. Hij noemt dat de val van Israël. En in vers 13, ik spreek tot u heidenen, voor zover ik de heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enig uit hen behouden mocht. Hier zien we duidelijk de verandering. Er is nu een apostel voor wie? Voor de heidenen. Dus ja, Christus kwam voor de verloren schaap van het huis Israël. De apostelen werden daar naartoe gestuurd. En hier zie je Paulus. Nee, ik ben gestuurd naar de heidenen. Maar niet alleen dat, maar ook met een ander evangelie. En ga mee naar Galaten 2. Nou, wat is dan de reactie van de apostelen? Ja, daarop. Want ja, die Paulus kon al zoveel zeggen, ja. Want ze waren er niet bij toen hij geroepen werd, hoor. Want de apostelen bleven binnen Israël, die bleven zelfs in Jeruzalem. En Paulus is buiten Israël op weg naar Damascus. In het buitenland, niet in Israël zelf. En hij wordt daar geroepen en hij is daar 3 jaar, hè, voordat hij terugkomt. Dan is hij 10 dagen of 14 dagen bij Petrus. En dan duurt het 14 jaar voordat hij dan uiteindelijk weer naar Jeruzalem gaat. En dat ze hem daar weer zien. En dan gaat hij het vertellen. En dat is het verslag in Galaten 2. En dan zie je, wie zijn de apostelen, zeggen de meesten natuurlijk Petrus, Jacobus, Johannes. En dat is niet voor niks, want dat waren ook de leiders. Maar als we hier in Galaten 2 zien, Paulus heeft het verteld, wat hij dus deed bij de heidenen allemaal. En in vers 6, en van degene die geacht waren wat te zijn, dus de grote naam van de apostelen, hoedanige zij eertijds waren, zie je dat? Voor mij. Toen ze nog, ja, hoe zou je het zeggen, nog in functie waren. Denk aan Handelingen 2, dat Petrus zag het staan met die 11. Hij zegt, toen zij waren, wat voor posities ze toen hadden, dat verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niet zoekgebracht. Dus hij zegt, ja, die grote apostelen hebben mij, zij hebben Christus gezien. Ze waren bij zijn opstanding. Ze hebben de hemelvaart gezien. Ik was er allemaal niet bij, ik was toen nog ongelovig. Zij hebben persoonlijk aan zijn voeten gezeten. Ze kunnen mij een hoop vertellen, hoop leren. Ja, dat kunnen zij in verband met de koninkrijksevangelie. Dat kunnen ze wel wat vertellen, ja. Maar over de verborgenheid weten ze niks. Zijn ze gewoon niks. Dus kunnen, wat je nu ook wel ziet, mensen kunnen heel veel over de Bijbel weten. Christen ook, alles over de evangelie en over de Heer Jezus op aarde. Maar als het over de verborgenheid gaat, dan weten ze helemaal eigenlijk 0,0. Eigenlijk dezelfde situatie. Dus wie leert nou wie? Wij kunnen aan hun wat leren, die het nog niet weten, maar zij kunnen aan ons niks leren.
dat klinkt niet hoog, dat klinkt hoogmoedig, maar het is niet zo hoogmoedig. Maar dat is ook, ja, zou Cruijff ook zeggen, is logisch. Logisch. Ja. Maar dat is ook logisch. Nou, hier zie jij, ze hebben dus Paulus niks toegebracht. Maar daarentegen, toen zij zagen dat mij het evangelie van de voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat te besnijden. Dus hier zie je het al verschil. Zij zagen, hey, wacht even, aan Petrus is het evangelie van de besnijdenis toebetrouwd. Dat wisten ze, dat was logisch. Er was namelijk geen ander evangelie. Maar nu komt Paulus en zegt ze, hey, er is ook een evangelie van de vooruit, voor de heidenen. Daar hebben we nog nooit van gehoord. Dat kan ook niet. Wij zijn voor de heidenen. Eerst Israël moet bekeerd, wij gaan het evangelie, dat is onze taak. En dan komt die Paulus nu. Er is een evangelie van de vooruit. Want denk eraan, Israëls opdracht, dat was inclusief ook de heidenen hoor. De redding van de heidenen is niet de verborgenheid. God wilde altijd dat de heidenen gered werden. Alleen dat was via het Israël en dan naar de heidenen. De evangelie van het koninkrijk op aarde. En nu kom je met de evangelie van de vooruit. Dat is, nou als je dat aan iemand vertelt, ik weet ook nog dat ik het een keer tegen iemand vertelde. Twee evangelies. Nooit van gehoord. Dat is eigenlijk net zoals als de apostelen. Nooit van gehoord. Nee, inderdaad, dat was ook niet. Als je het nu zegt, is het onwetendheid. Want het staat hier. Het staat in de Bijbel. En de Bijbel is af. Dus dat is onwetendheid. Dan is het hun niet geleerd of ze willen het. Nee, ze hebben het nooit gehoord. En dat is bij hun precies hetzelfde. En wat doen ze dan? Ze luisteren naar Paulus. En in vers 9, en als Jacobus en Kefas, Johannes, hebben ze alleen deze Jacobus. Let erop. Dat is niet Jacobus de apostel uit Handelingen 12, die gedood is met het zwaard. Dit is de Jacobus die de brief heeft geschreven verderop. Broer van de Heer Jezus. Dat was het hoofd van de gemeente in Handelingen 15. De broers van de Heer Jezus geloofden eerst niet, hè? Maar bij zijn opstanding, toen waren ze er allemaal. Ze geloofden en ook zijn zusters. En Jacobus, de broer van de Heer Jezus, was geen apostel. Hij zat niet bij die 12. Waarom? Kon dat ook niet? Ze geloofden niet in hem, hè? Zijn broers geloofden niet in de Heer Jezus. Zijn zussen ook niet. Later pas is dat gekomen. Dus toen de Heer Jezus hun uitkoos, die 12 apostelen, zat Jacobus, zijn eigen broer, zat daar niet bij. Want dat is een broer van de Heer Jezus. Dat ga ik nou niet opzoeken, want dat moet je zelf maar, geloof het maar, en check het. Maar hier zie je dus Jacobus als hoofd van de koninkrijksgemeente in Handelingen 15, waar ze bij elkaar kwamen. Het is een verslag daarvan. En zij zagen met Kefas, Petrus en Johannes, want die andere Jacobus, die apostel, die is dood. En die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden. Ze erkenden dat Paulus was tot apostel van de heidenen gemaakt. Met een evangelie van de heidenen. Van de vooruit, van de onbesnedenen. En toen ze dat zagen, bekenden ze dat. Toen ze dat bekenden, ze zagen het. En wat doe je dan? Dan kan je cijfer de keus. Ik geloof het of geloof het niet. En zij geloofden het. Ze bekenden het. En wat doe je dan? Gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dus de 12 apostelen, het zijn er nu 11. Wat doen zij? Zij beperken hun bediening tot hun doelgroep, de kleine kudde, de gelovige kleine kudde. En die gaan ze nu leren waarom de Heer Jezus Christus nog niet komt op aarde om te gaan regeren. Waarom de 12 apostelen, waarom het er nu 11 zijn en niet 12, waarom het niet aangevuld is, waarom God nu gestopt is. Waarom Petrus die moet gaan zeggen tegen zijn schoonmoeder, want die heeft hij, misschien leeft hij nog wel. Of tegen zijn vrouw en tegen zijn kinderen. Of tegen de gelovigen in de kleine kudde die nog kinderen krijgen. Moet zeggen, wacht even, dit is nu het evangelie. Want mijn rol, Petrus, mijn rol van Johannes apostel, is uitgespeeld. Dat is wat hier gebeurt. De 12, de 11 apostelen, die erkennen hier de bedeling der genade. Dat Gods handelen veranderd is. En met Israëls rol is nu opzij gezet. Dus je zou kunnen zeggen, ze erkennen dat en de overgang wordt hier bezegeld door de apostelen. Dat is mooi, als Petrus ook leest in zijn tweede brief, zegt hij dat hij nog niet gekomen is. Je moet naar Paulus gaan, want die legt uit, daar is de sleutel om het te begrijpen. Want er is namelijk een andere evangelie, omdat er is een andere bedeling. En daarom, ook voor de Jood nu, wie is de apostel van de Joden nu, is ook Paulus nu. Omdat de Jood is nu niet meer een Jood dat hij de eerste plaats heeft in Gods programma. Nee, hij is net zoals de heiden, dus die Jood is nu eigenlijk
ook een heiden, net zoals wij. Dus, je moet, dus wie is de apostel van de heiden? Dat is Paulus. Dat betekent, en voor een Jood, ook in deze tijd, daar is Paulus ook zijn apostel dus van. Zie je de verandering? Totale verandering. En dat is er aan de hand. Dus nu is de Paulus onze apostel en niet de 12. Nou ja, goed, vorige keer had ik het al over. Er zijn mensen die denken dat er nu nog steeds apostelen zijn. Maar is dat zo? Ga eens naar, met mij naar Efeziërs 4 vers 11. Efeziërs 4 vers 11. Nou, dat is een van de latere brieven van Paulus die hij heeft geschreven toen hij in de gevangenis zat. Aan het eind van het boek Handelingen. En hij zegt in vers 11, en dezelfde, dat spreekt over Christus, heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon van God, tot de volkomen man, tot de mate van de grootte, de volheid van Christus. Ja, Paulus zegt hier, God heeft, Christus heeft gegeven gaven aan de mensen. He, dat zegt hij. Hij heeft gaven aan de mensen gegeven. He? In vers 8, ja. En heeft de mensen gaven gegeven aan het eind. En in vers 11 zie je, en dezelfde heeft gegeven. Daar staat niet geeft, hè. Dat zou het nog steeds zo zijn. In de begintijd, toen Paulus er was, heeft God ten eerste Paulus. Dat was de apostel van de heidenen. Maar er waren in de bedeling der genade, in het begin, waren er ook andere apostelen. Die waren er tijdelijk. Wat is een apostel? Een door God gezondene. Met een boodschap. Ja? Nou, je ziet hier ook profeten staan. En het was tot de volmaking der heiligen. Tot het werk van de bediening. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alles zullen komen tot eenheid des geloofs. Hebben wij de hele boodschap hier? Ja, we hebben de hele Bijbel. Het is compleet. Zolang dat nog niet compleet was, hebben we ook in de bedeling der genade apostelen gehad. Maar niet in die zin zoals de 12. Paulus was de apostel. Dat wil zeggen, aan hem alleen is de openbaring van de verborgenheid gegeven. Alleen aan hem. Wij hebben geen regering zoals Israël het heeft. Maar hij heeft wel broeders om zich heen gehad. Die met hem, want wat ging Paulus doen? Die ging overal, hij werd gezonden. Eerst ging hij naar Syrië, naar boven. Dan kwam hij in Turkije. Toen ging hij later verder naar Griekenland. En later ging hij nog verder helemaal naar Rome toe. En hij was eigenlijk van plan ook naar Spanje nog te gaan. Steeds verder, verder, verder. Wat deed hij daar? Een beetje kijken op een toeristenreis van, goh, wat mooi is die? Nee, om daar evangelie te verkondigen en gemeentes te stichten. Maar ja, dat deed hij, maar hij deed het niet alleen. Hij had mensen die hem hielpen. En een apostel had autoriteit. Hij had een merkteken van een apostel, die had Paulus dan. Maar die had ook autoriteit in al die gemeentes. Terwijl in de gemeente zelf, die zijn zelfstandig, heb je een oudste is het hoofd van de gemeente. Maar goed, kijk met mij even in Handelingen 12, 13 moet ik zeggen. En dan zie je het ook staan bijvoorbeeld. Dat is in die tijd dat Paulus met zijn reizen bezig was. He, toen was het allemaal nog niet compleet, het woord van God. De hele openbaring was nog niet gegeven. En Handelingen 13, wat zien we er staan? Vers 1, er waren de Antiochieën in de gemeente die daar was. Kijk, enige wat? Profeten en leraars. Dat was het lichaam van Christus wat er bij elkaar zat, hoor. Net zoals wij hier bij elkaar zitten. Dat waren gaven van de mensen. Profeten en leraars. Dus je was iemand, die was of een profeet, of hij was een leraar. En dan zie je, en aan het eind zie je ook staan, Saulus. Saulus was een profeet en een leraar. En hij was de apostel van de heidenen. Kijk, en toen zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij beide af, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En kijk in vers 4. Deze dan uitgezonden zijnde, door wie? Door de Heilige Geest. Dus wie heeft hun gezonden? God. Ja? Dus je ziet hier, Paulus en Barnabas wordt ook een apostel genoemd. Is Barnabas hetzelfde als Paulus? Nee. Want Paulus was de enige aan wie de Heer Jezus scheen met het openbaren van de verborgenheid. Maar die anderen mochten zich ook apostelen noemen. Die gingen namelijk ook mee met die zendingsreizen, apostolische reizen, kan je beter zeggen. Dus we kwamen met iets nieuws, met een nieuwe boodschap. De heidenwereld in. Nou, en dat zien we hier dus gebeuren. Dus ga even mee naar het 1 Thessalonicenzen. Ik praat nu dus over apostelen
We hebben het net al gehad over de apostelen voor de bedelende genade. We hebben het nu over apostelen in de bedelende genade. En de bedelende genade, daar leven wij nog steeds in, hè? Nog steeds. Dus ja, als je kijkt in 1 Thessalonicenzen, zeg ik het goed, ja, 2 vers 6. Dan zegt Paulus, nou in vers 5 zegt hij, wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige, nog zoeken de eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen van Christus. Maar hij zegt daar iets, hè? Wij. Mensen denken, hé, nou, de apostelen van Christus, Petrus, Jacobus, Johannes, Paulus. Nee, wij, de brief begint in vers 1, Paulus, Silvanus, Timotheus, aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En hij spreekt over hun, wij, apostelen. Maar wat voor apostelen zijn zij? Apostelen van het lichaam van Christus. Niet van de 12, hè. En dan zeg je, maakt dat nou uit? Dat maakt zeker uit, want de 12 waren gezonden voor Israël. Wat een aardse boodschap, evangelie van het koninkrijk. Ga het niet door elkaar heen gooien. Dit is in de begintijd nog. De Thessalonicense gemeente was net gesticht en er werden steeds gemeenten gesticht. En later stuurde hij soms Timotheus erop af of die er even op af. Dat waren in die begintijd de apostelen van het lichaam van Christus, die zeg maar het fundament gelegd hebben van het evangelie van Gods genade. Gemeente stichten en daar het evangelie van Gods genade moet verkondigd worden. Een ouderling aanstellen en die moeten daar die leer brengen en zodat men daar gesterkt wordt door dat evangelie. Dat is wat het is. Dus ja, kijk met mij gauw in Efeze 2 vers 20. En dan zien we het ook staan. In Efeze 2 vers 20. Daarover voor in vers 14, 15, 16 spreekt over de verborgenheid. Jood en heiden die zijn in één lichaam verzoend. Samen verzoend door het bloed van het kruis van Christus. We zijn met God verzoend. En tussen Jood en Heiden is ook geen verschil in het lichaam van Christus. En in vers 18, door hem hebben wij beide, Jood en Heiden, denk aan de tempel. Hè? En Jood en Heiden kon niet allebei zomaar even naar binnen lopen hoor. Dat kon echt niet. Dan mocht de Heiden helemaal niet komen. Nu zegt hij, door hem hebben wij, Jood en Heiden, dus ook de Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer, wij heiden niet meer vreemdelingen, dat waren wij vroeger wel, hè? Wij waren vreemdelingen, bijwoners. Maar wat zijn we nu? Medeburgers der heiligen, wij zijn huisgenoten van God. Wat was een heide vroeger, joh? Niks. Wij zijn nu huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Niet de profeten, Jesaja, Jeremia, hoor. Niet de apostelen, Petrus, Jacobus, Johannes, Thomas, Simon, noem ze maar op. Nee, de profeten waarvan apostelen, waar Paulus het hoofd van is, hij is de apostel der heiden met de verborgenheid aan hem geopenbaard. Maar de anderen, nou wat denk je, dit is in Efeze. Efeze, hij zegt tegen hun, jullie zijn gebouwd op het fundament der apostelen. Wat zegt Paulus? Ik heb het fundament al gelegd en een ander bouwt erop. Paulus heeft het fundament gelegd. Christus na de openbaring der verborgenheid. En Timotheus, Titus. En wie is er ook in Efeze geweest? Een grote naam. Apollos. Als je de Bijbel kent, de handelingen, weet je dat Paulus ging ook. Of Apollos ging daar ook heen. En die was machtig in de schrift. Hij zat eerst met de verkeerde boodschap. En toen hebben Priscilla en Aquila hem de verborgenheid verteld. Het is nu zo, Apollos. En toen ging hij het vertellen. En hij, Apollos, was ook een apostel. Hij ging de verborgenheid verkondigen daar. En in Efeze is hij ook geweest. En Paulus is daar geweest. En Paulus was ook een profeet, dat hebben we gezien. Er waren apostelen, profeten en leraars. En die waren daar. Dat was allemaal in de begintijd. Om toen dat evangelie van de grond kwam en gevestigd werd. De verborgenheid. Overal kreeg je gemeentes. En er stond niet op synagogen. Nee, dat was het lichaam van Christus bij elkaar kwamen. Met een evangelie van Gods genade. In de bedelende genade. En dat moest gevestigd worden. Als je nu overal komt, zeg je ja, overal is de naam van Christus wel genoemd bijna. Oh, het wordt steeds minder en minder, maar goed. Maar het is wereldwijd, is het verspreid. En helaas is het allemaal naar het Koninkrijksevangelie overgegaan. Nou klopt niet. Maar goed, het is wel het lichaam van Christus. En het fundament is door Paulus gelegd en die apostel en profeet. Een profeet bleef in die gemeente. Ja. Nou.
Dus je ziet toch wel iets bijzonders, ja. Die hadden dus, die naam die ik dus net noemde. En Apollos, Paulus en Timotheus waren ook in Efeze. Want als je de brief van Timotheus leest, waar zit Timotheus? In Efeze. Ja. Dus daar zie je dus duidelijk het fundament van die apostelen en profeten. En Christus is daar de uiterste hoeksteen van. Nou oké, zijn ze er aan nu nog dan? Kijk, 1 Korinthe 13. In 1 Korinthe 13 werd het al voorzegd door Paulus. In die brief aan de Korinthe, dat is een vroegere brief, tijdens zijn reis, dan weet je al, want Paulus zegt in die brief ook, ja, ik heb hier en daar wel gedoopt. Maar wat zegt hij ook in die brief? Wij zijn gedoopt door de Heilige Geest. In diezelfde brief, ja. En nu lees je ook in 1 Korinthe 13 vers 8. 13 vers 8. De liefde vergaat niet meer, maar het zij profetieën. Zij zullen er niet gedaan worden. Het zij talen zullen ophouden. Het zij kennis zal er niet gedaan worden. Wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Door wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, ten niet gedaan worden. We weten in vers 13 alleen geloof, hoop en liefde breidt. Dat is toch voor ons nu ook zo? Wij hebben geen profetie. Waarom geloven wij nu? Het volmaakt is gekomen, zegt Paulus. Wat bedoelt hij daarmee? Het woord van God is compleet. Paulus zegt, ik heb het woord van God, hoe zegt hij het ook weer, vervuld. Je zou kunnen zeggen, gecompleteerd. Volgemaakt. Dat klopt. Er zijn geen openbaringen meer. Dus Gods woord, wij geloven, het tweede onderwerp gaat nog over het woord, 2 Timotheus 3, vers 16, 17. Maar wij weten, wij geloven dat het woord van God af is. Dus wij geloven ook dat er niet nog een profetie is, dat God nog een openbaring geeft bijvoorbeeld. Op grond van Gods woord. Niet omdat, ja, dat geloof ik nou helemaal. Nee, omdat hier staat het. En dan is het apostelschap, wat Paulus schreef in Efeze toch, van hij heeft gegeven profeten, apostelen, profeten, herders, leraars. Dat waren allemaal gaven. Mensen waren dat. Als je nu over de ouderling spreekt, wat moet hij doen? Hij moet het werk van de evangelist doen, hij moet een leraar zijn. Ja? Hij moet die dingen in zichzelf allemaal verenigen. Maar wij kunnen dat nu ook, wij al met elkaar, omdat wij hebben het hele woord van God nu. Dus wij hebben die gaven niet meer nodig. Het is compleet. De boodschap is ook af. Dus daarom zegt hij, het is tijdelijk. Wat heb je nu over? Geloof, hoop en liefde. Dus hebben wij dan ook apostelen nodig? Nee. Kijk, in diezelfde brief, kijk in 1 Korinthe 4, dat zei Paulus toen al. In diezelfde brief, 1 Korinthe 4, vers 9. Wat staat daar? Want ik acht dat God ons die, wat? De laatste apostelen zijn. Tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen, enzovoort, enzovoort. Paulus zegt hier, wij zijn de laatste apostelen. En waar begint de brief mee? Paulus en Sosthenes de broeder. We weten de namen. Als je kijkt die Paulus, als je in Handelingen gaat kijken, dan zie je soms een tekst, en met hem waren, je moet goed lezen. Dan zie je soms een aantal namen staan die met hem gingen. En die kwamen bijvoorbeeld, ik noem maar even, uit Sassenheim. Maar Paulus was dan bijvoorbeeld in Griekenland. En dan zie je, nou bijvoorbeeld, Barry Akkerman uit Sassenheim. Staat er dan, zo staat er ook, hè, Tychicus uit die plaats. Die gingen met Paulus mee. En overal ging het woord verkondigen. En die gingen met hem mee. En soms bleven ze achter. Tijdelijk. Maar het is allemaal tijdelijk. De laatste apostelen. Want Paulus heeft het evangelie verkondigd. Hij heeft de boodschap afgemaakt. De Bijbel is compleet. Hij heeft de reizen gedaan. Hij is tot aan Rome toe gegaan. En we weten de verspreiding. Wie is nou verantwoordelijk voor de verspreiding? Niet apostelen. Dat zijn wij. Het liggen voor Christus. De gelovigen toe te rusten. Dat zij het doorvertellen. Wij hadden hier is ook geen gemeente. In Sassenheim die het woord en water heeft. Nee, nu wel. Nou, het zou mooi zijn. We zijn ook hier in Zaandam bezig geweest. Maar goed, dat is nu helaas niet meer zo, maar daar zijn we ook bijbelstudies. Mijn doel was toen de tijd, om die bijbelstudies door de week staan te doen, dat iemand daar ook een samenkomst zou komen. En dat die dan ga je ze helpen te leren, op eigen benen te komen staan. En dan heb je daar een zelfstandige gemeente, zo hoort het te gaan. En het zou mooi zijn als je ook in Schagen, of zeg ik niet goed, in Zwaag. Schaag is nog een stukje hoger, hè? Toch? In Zwaag, hè? Mag ook, of Alkmaar. Dat je daar zoveel mensen zou hebben en dat je daar dan ook, dan hoef je niet ook in een uur te rijden, dat is al een voordeel, maar dan heb je de gelovigen die dan daar, nou, jullie snappen het. Maar dat zijn geen apostelen meer. Dat zijn wij, leden van het lichaam van Christus. Dus je ziet hier duidelijk, dus in de bedeelde genade,
waren er apostelen. Ja, maar ze zijn er nu niet meer. Op basis wat we hier lezen. Bij Paulus, dat was in het begin, maar het waren tegelijk ook de laatste apostelen. Maar let erop, ze waren niet zoals de 12. Het waren apostelen voor in de bedeling. Want Petrus en de anderen hadden niets te vertellen aan de apostelen in deze bedeling van genade toen. Zij hebben Paulus niks toegebracht en ook de anderen niet. Nee, die anderen, Paulus, Timotheus, Apollos, noem ze maar op, en Titus, die konden de apostelen leren. Want zij hadden de verborgenheid geopenbaard. Tenminste, Paulus had de verborgenheid geleerd, gekregen van de Heer Jezus. En Paulus heeft aan hun geleerd. En Petrus zegt, ja, je moet bij Paulus zijn. Ik ook, want Petrus is het ook niet, het was verborgen. Oké, maar we weten ook deze bedenkende genade, die is er nog steeds, maar die blijft ook niet. Die gaat ook voorbij. En dan gaat God weer verder met waar hij dus met Stefanus geëindigd is. Christus kwam naar beneden om te oordelen, toch? Hij stond al. Nu is hij tijdelijk weer gaan zitten, naar boven de hemelen. Want we hebben de bedenkende genade. Maar straks gaat, wat als wij weg zijn, wat gaat er dan komen? De dag des Heren, de 70e jaarweek van Daniel. Dan gaat God zijn volk zuiveren. En dan zie je de brieven naar Paulus. Nou, we weten Hebreeën, wie is dat geschreven? Hebreeën 3. Dat heb ik vorige keer al aangehaald. En dan zien we dat de Heer Jezus Christus wordt ook een apostel genoemd. Ja, hij was door God de Vader gezonden. Maar ik wil gelijk doorbladeren met jullie naar Jacobus. Want de Hebreeën is aan de Hebreeën geschreven. Dan weten wij, als Paulus, als wij weggenomen zijn, is de bedeende genade afgelopen. Dan is ook het apostelschap voor de heidenen, dat is dan ook niet meer in werking. Wat komt er dan weer in werking? Het apostelschap van de 12. Ja. Kijk in Jacobus 1 vers 1. Jacobus, dienst van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de strooiing zijn, zaligheid. Hoe begint Paulus zijn brieven? Aan het lichaam van Christus. Is het lichaam van Christus de 12 stammen? Nou, we hebben vorige keer, ik maakte een fout. Dus daarna had het over, nee, Nederland heeft 12 provincies, toch? Hebben we geteld? Ja, die had gelijk. Maar we zijn niet de 12 stammen. Maar Jacobus schrijft hier aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Dus we weten gelijk aan wie deze brief gericht is. Aan de 12 stammen. Hé, de 12 stammen zijn weer opeens weer interessant. Die zijn opeens weer in werking. God is weer met het volk Israël bezig. En als we aan de 12 stammen denken, dan denken we natuurlijk ook aan wie? Aan de 12 apostelen. Ja, kijk in Petrus. En Petrus was een van die apostelen. 1 Petrus 3 vers 2. 3 vers 2. 1, zeg ik dat goed? 2 Petrus 3 vers 2. Nou, dat is het laatste hoofdstuk van Petrus. Dat is ook de brief van zijn afscheid. Deze is geschreven natuurlijk ten tijde dat Paulus nog leefde. Maar die brief is dus tijdens de bedenkende genade absoluut niet voor ons. Maar is weer actueel als wij weg zijn. En dan zie je ook in vers 2. Want de Heer Jezus, die kwam niet. Denk, hij schreef toen Paulus inmiddels al geroepen was. En Christus kwam ook niet naar beneden voor het volk Israël. Nee, dat klopt. Dus ga het maar eens uitleggen. Dus aan het eind van het hoofdstuk zegt hij ook, je moet naar Paulus. Maar hier zegt hij ook, dus de mensen zeggen natuurlijk, die gaan spotten in vers 3. Dit eerst weten dat in het laatste de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Waar blijft hij? Hij is er niet. Nee, dat klopt. Dat is ook uitgesteld. Als hij nu komt, hè, weet je wanneer die komt? Dan komt hij in de bedenkende genade eerst voor ons. Maar dat wist hij toen. Dat wist Paulus toen. Petrus toen natuurlijk niet. En dan zie je. In vers 2, ja. En dan zegt hij, opdat gij, hij heeft die brief geschreven, deze tweede brief, zegt hij in vers 1. Waarom? Opdat gij gedachten zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Wie zijn dat? Naar wie refereert hij nu? Naar het Oude Testament, tot en met Malachi. En dan? En aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. En nou praten we weer over de 12 apostelen. De bedeende genade is weg. En nu komt weer aan de orde wat de profeten hebben gezegd. Wat de Heer Jezus Christus heeft gezegd. Wat de apostelen in de evangelie, die zijn geïnstalleerd. Handelingen 2 in het begin. We zien ook de toekomst. Dit is nu toekomst. Dit is, als wij weg zijn, gaat dit weer actueel worden. En Petrus heeft dus brieven geschreven. Hij spreekt over ons, des Heren, apostelen. En dan spreekt hij over Christus die in het vlees op aarde wandelde. Daar was hij de apostel van.
En Paulus dient, want Christus is geschenen in zijn verheerlijkte verschijning, nadat hij was opgevaren in de hemel en weer terugkwam en verscheen aan Paulus. Absoluut niet hetzelfde, ook met een andere evangelie. Dus je ziet hier, daar zijn de apostelen weer. En gaan we mee naar Openbaring 20. 20 vers 14. Nee, ook 20 vers 4. Kijk, wat zien we daar? We weten, de Heer Jezus Christus is aan het eind van de grote verdrukking. Hij komt naar beneden, zijn vijanden heeft hij vernietigd. En dan zie je in vers 4. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. Aan wie? 12 apostelen. Jullie zullen met mij regeren en zitten op de tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Daar heb je ze. De rechters. Weet je het nog, vorige keer heeft gezien? Rechters. Maar nu rechtvaardige rechters. En je ziet hier en in vers aan het eind, zij leefden en heerst als koningen met Christus. De 1000 jaar is in het 1000-jarig koninkrijk. Maar nu gaan we door naar hoofdstuk 21, want ik wil het afmaken. 21 vers 9. Wat zien we daar staan? Het nieuwe Jeruzalem. Wat is het nieuwe Jeruzalem? Dat is versierd en het is de bruid van het Lam. Maar wie woont er in het nieuwe Jeruzalem? Israël, de kleine kudde. En dan zie jij, onder andere, even kijken. En dan zien we in Openbaring 21 vers 9... vanwege de tijd ga ik even door. In vers 10 zie je dat hij die grote stad ziet. En die daalt naar beneden, het heilige Jeruzalem uit de hemel. En dan zie je, ze had de heerlijkheid Gods. En haar licht, vers 11, was de allerkostelijke steen gelijk. Ja, als je dat gaat lezen, het is fantastisch. Blinkende gelijk kristal. Zo ziet dat eruit. En het had een grote en hoge muur. En het had 12 poorten. En in die poorten 12 engelen. Dus er waren 12 poorten in die muur van het Nieuwe Jeruzalem. En wat zie je? Daar staan de namen erop geschreven. En dat zijn de namen van wat? De 12 geslachten, de kinderen Israëls. Dat zijn de 12 stammen van Israël. Die staan op de poorten van het hemelse Jeruzalem, waarop aarde nederdaalt. Maar dan zie jij, als je doorgaat naar vers 14... En de muur van de stad had 12 fundamenten en in dezelfde namen der 12 apostelen des Lams. Nou kennen we al een naam van de apostelen. Waarom 12? Het zijn 12 poorten, omdat het zijn 12 stammen. En elke poort heeft een naam van apostelen. En als je de namen weet, Petrus, Jacobus, Andreas, Johannes, Simon, Judas, Andreas, Thomas. Maar niet Paulus. Paulus staat er niet bij. Onze apostel. 12 poorten, 12 stammen en de namen van de apostelen staan erop. Dat is bijzonder. Dus voor wie is dit nou? Dat hemelse Jeruzalem zo bijzonder heeft alles met het volk Israël te maken. Toch bijzonder, hè, dat onze apostel er niet bij staat. Terwijl hij aan hem de allerhoogste openbaring gegeven is. Maar dat is niemand die minder is. Dit heeft te maken. Dit heeft met Israël en Jeruzalem op aarde te maken. Daarom staat Paulus er niet bij. Want ons plan, openbaring is wat? Is profetie. En wij praten over de verborgenheid. Het gaat niet over ons in openbaring. Ja, één tekst. Hè, dat Satan wordt uitgeworpen. En dat wij dan, dat is het enige. Voor de rest komen wij er helemaal niet in voor. Vandaar dat hij er niet bij staat. Terwijl hij de allerhoogste openbaring heeft gehad. En het fundament, ja. Je ziet het fundament van de muur was... allerlei gesteenten verstuurd, allerlei mooie gesteenten. Nou, je ziet 12 poorten hadden 12 paarden. Het heeft alles met het volk Israël te maken. Ja, en dat is het fundament. De apostelen hebben het fundament gelegd. Christus, na de openbaring van de profetie. Vanaf het begin tot en met, vanaf Genesis tot en met Evangelie, ging het over dat God ging een koninkrijk op aarde vestigen. En we zien hier de regering. We zien hier het heilige Jeruzalem, hemels Jeruzalem nederdalen. We hebben gezien de apostelen, die zaten op de tronen. En Christus zit op de troon en zal met hun deze wereld regeren. En dat is het eenmaal. En wij zitten in het verborgen gedeelte. Want wij zitten daar in de tweede hemel. Want de derde hemel is inmiddels op aarde. Daarom heet het ook een koninkrijk, derde hemel op aarde. Maar wij zullen daar regeren. En ik ben zo overtuigd, Christus is het hoofd. Maar zoals David Israël onder Christus zal regeren, geloof ik dat Paulus... daar onder Christus het hemelse met ons zal regeren. En waar zitten wij? Ja, dat hangt van onze positie af. Dan zal je zien hoeveel loon je hebt.
Nou, u ziet hier dus, zij hebben dat, Christus is de Zoon van God, is opgestaan, dat hij is de Messias van het volk Israël. En wat zegt Paulus nu? Indien wij Christus gekend hebben naar het vlees, we kennen mij nu niet meer. Want wij kennen Christus nu niet meer naar het vlees. Ja? Maar een nieuw schepsel. En dat is de boodschap van ons voor vandaag. En daar zien wij het verschil in de belijdenis. En daar zie je ook het verschil in onze toekomst. En of je het nou weet of niet, maar als je het lichaam van Christus ziet, is jouw positie nou eenmaal in de hemel, is Paulus jouw apostel. En als je er niet naar luistert of je weet het niet, het feit is wel zo. Dus ik hoop dat we verschil hebben gezien, dat we ook begrijpen waarom die apostelen waren, waarom er 12 waren en waarom de Heer Jezus Christus heeft aangesteld. En waarom ook geloven dat er nog een toekomst is voor het volk Israël ook. Want dat zien we in de openbaring, dat het eind gaat gebeuren. Dat gaat hier op aarde gebeuren. Er is van alles op de wereld aan de hand, hè. Dat je denkt, wat is er toch aan de hand? Maar dit gaat door, hoor. En dan kunnen ze alles opblazen wat ze willen. Maar Gods woord zal altijd gebeuren. Vader, wil ik danken dat we dit mogen weten. En daarop mogen vertrouwen, Vader. Want uw woord is de waarheid. En daar dank ik u voor in Christus' naam. Amen. Zometeen gaan we weer verder met 2 Timotheus.